Proberen om de 4 of 5 jaar een open dag te organiseren. Het unieke daarvan is dat ik het niet organiseer, maar de personeelsvereniging. Dus dit is de personeelsvereniging, dat is een leuk team met enthousiaste mensen. En die komen dan met de ideeën en met de organisatie. Dus het gebeurt bijna voor mij vanzelf. Want het zijn de medewerkers die hier zeg maar, het initiatief ook toenemen. We hebben heel plezierige mensen. Die heel loyaal zijn en ook heel trouw. Het is wel zo dat we daar ook veel aan doen natuurlijk, want dat gebeurt niet zomaar. Dus bijvoorbeeld in september gaan we met z'n allen naar Efteling. Er mogen ook weer de kinderen mee en de thuiswonende kinderen in ieder geval. En dus we proberen er ook wel alles aan te doen om het gezellig en familiair te houden. Zodat we echt een soort van familie zijn. Ja. Hekspoor heeft 2 activiteiten. Eentje is boeken binden en de andere is webshop distributie. Hier werken veel mensen en we vinden het leuk en belangrijk dat de kennissen en de buren van de mensen die hier werken een kijkje kunnen nemen in de keuken. Ja. Nou, het is een familiebedrijf, dus de sfeer is goed. We staan al lang, ruim 60 jaar. Mijn opa is begonnen. Mijn vader heeft het vervolgens groter gemaakt en ik doe nu de laatste 15 jaar hier de organisatie. Het unieke daarvan is de betrokkenheid van de medewerkers en de loyaliteit van de medewerkers. Ik ben echt heel trots op de medewerkers. We hebben het OTA-bindsysteem. Dat is een bepaald bindsysteem wat heel vernieuwend is. En daar zijn wij groot mee geworden. Dus we zijn daar uniek in. En dat is echt een van de redenen van onze groei geweest. Dat klopt, we zijn continu aan het vernieuwen en we proberen continu de concurrentie voor te blijven. Dus wij investeren heel veel in nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technieken en we verbreden ook. Dus met name op dit moment zijn de webwinkels die wij afhandelen voor onze opdrachtgevers. Dat is echt een groeiende business. Totaal werken hier ongeveer bijna 100 mensen, waarvan ik schat ongeveer 75% uit Boksel komt. Een aantal vakspecialisten komen wel vanuit de wijdere omtrek, uit Arnhem of uit Breda of uit Limburg. Maar de meeste mensen, dat is wel heel erg leuk, gaan gewoon tussen de middag nog naar huis op het fietsje om de boterhammen thuis op te eten en dan komen ze later weer terug. Dus heel, dat gezelligheid en dat lokale, dat is wel iets heel belangrijks en unieks voor ons, denk ik. We hebben een nieuwe bindlijn aangeschaft en die wordt in augustus opgeleverd. Met nieuwe technieken, nieuwe lijmtechnieken, waarbij we zeg maar hele bijzondere boeken kunnen gaan maken. Je moet je voorstellen, dat is een bindlijn waar bestaat uit 7 trailers, 7 volle vrachtauto's met materiaal, wordt hier in elkaar geschroefd. Het is een enorme operatie. Dus in de binderij zien wij, daar gaan we niet meer zo hard groeien, maar we kunnen nog wel goed fine-tunen om de boeken nog mooier of nog slimmer te maken. In het supportcenter, daar zien we juist de groei. Daar zien we, op dit moment hebben wij denk ik ruim 20 webwinkels en daar komt echt elke maand wel een nieuwe winkel bij. Dus daar zien we duidelijk de groei. En die legt het op 1 plek in opslag en wij moeten het continu distribueren. Dus bijvoorbeeld ook BDO Accountants, die heeft al zijn foldermateriaal, alles hier liggen.
Dus dan bij een van de secretaresses de foldertjes op zijn uit het rek. Soms stelt ze via internet, zegt ze, oh dat foldertje en mijn enveloppen zijn op, A4 formaat. En dan komt hij hier binnen en wij maken dat klaar en de volgende dag heeft zij het op kantoor, kan ze weer bijkomen. Dus die kantoren hoeven niet meer zo'n berg voorraad. En het fijne is ook, dan kunnen ze online precies zien hoeveel voorraad er nog is. Want waar deed je vroeger die kantoren? Iedereen ging hamsteren, hè? Want iedereen zei van, nou, ik zet maar genoeg dozen neer, want anders heb ik misschien dadelijk niet genoeg. En dat ene kantoor had nog 3 dozen staan in de kelder en het andere kantoor had niks meer. En nu doen ze dat niet meer, want ze hebben het de volgende dag in huis. Dus het ligt allemaal gewoon centraal hier. Via internet kunnen ze precies zien wat er ligt. En weten precies wanneer ze enveloppen bij moeten laten drukken of pennen bij moeten laten maken.